We zijn hier bij de Schulpij bij voetbalclub Blauw-Zwart in Wassenaar. En vandaag vieren zij hier het 100-jarig bestaan. Het is hier echt groot feest. André van Herk wordt geëerd. En ook de club krijgt iets heel speciaals van burgemeester Leendert de Lange. Goedenavond, mijn naam is Marco van Brecht. Namens de jubileumcommissie en het bestuur heet ik jullie van harte welkom. Marco zei het al, dit is allemaal opgezet door de jubileumcommissie. En hij zegt, ik ga ze noemen, maar dat doe ik alvast voor hem. En is hij daarmee klaar. Want Marco heeft dit opgepakt met een team en daar heel veel aan gedaan om dit te kunnen realiseren. En dit is maar één onderdeel van ons 100-jarig bestaan. Dus ik wil even toch die namen noemen. Dat is Marco Verbrecht als leiding. Marco Lagerberg, Marco Zonneveld, ze hebben ze gewoon opgezocht op naam. Robin Ruigerok, Nathalie Vossen en Ton Hof. Ik wil graag een applaus voor deze commissie. Welkom bij onze club, waar wij stilstaan bij ons 100-jarig bestaan. Dat is nogal wat. Een voetbalclub die 100 jaar bestaat. 100 jaar geleden was de gemiddelde leeftijd van mannen 47 jaar. 100 jaar geleden werd brandstof alleen verkocht bij de drogisterij. Om maar even terug te gaan in de tijd. Slechts 8% van de huishoudens had telefoon. Iets anders nu. Het hoogste gebouw in de wereld was de Eiffeltoren. Wie had het kunnen bedenken? Maar als vereniging 100 jaar bestaan, dat kan alleen met vrijwilligers. En dat is de rode draad van ons bestaan. Dit wordt het meest luxe terras van Wassenaar. Ik dat is het nog niet. Maar goed, het is toegezegd, het is al gekocht, het is betaald. Dat is het ergste, maar ze hebben in ieder geval gezegd, het komt eraan. Maar door gebrek aan onderdelen kon dat niet vandaag geopend worden. Helaas, dat was jammer. Ik ga afsluiten met de woorden dat ik heel trots ben voorzitter te zijn van deze club. Met zo'n mooie historie en met zoveel mensen die de club steunen. Op welke manier dan ook. Trots op vrijwilligers, want zonder vrijwilligers had deze club er niet geweest. Dank u wel. Iedereen heeft een glaasje gehad en ik wil graag een toast uitbrengen op 100 jaar blauw-zwart. Proost! Wat gaan wij doen? Weet je dat? Voetballen. Ja, opnieuw voetballen. Maar wat gaan we nu doen? Feestvieren. Een boek weggeven, hè? Ja. Nou, het jongste lid gaat een boek weggeven aan degene die het langste lid is. En dat is meneer Aden Hollander. Alsjeblieft. Goedenavond allemaal, binnen en buiten. Wat een feest om weer met z'n allen bij elkaar te zijn, ter ere van 100 jaar blauw-zwart. Voor het 100-jarig bestaan van RKSV blauw-zwart mag ik namelijk namens koning Willem-Alexander een bijzonder cadeau aanbieden. Een ereteken dat het respect en de waardering van de koning symboliseert voor de verdiensten van uw vereniging. En dat is de koninklijke erepen. Deze koninklijke erepenning is een bijzondere blijk van waardering voor het bestuur, alle trouwe leden en vrijwilligers en niet te vergeten de vele sponsoren van deze vitale 100-jarige Wassenaarse sportvereniging RKSV Blauw-Zwart. Burgemeester Leendert de Lange, wat een feest. Waarom heeft Blauw-Zwart de penning gekregen, de erepenning? Blauw-Zwart bestaat 100 jaar, vandaag op de kop af. En dat is natuurlijk heel bijzonder en dat is een onderkenning vanuit de koning. Dat je een hele mooie vereniging bent waarbij al over 100 jaar heel veel vrijwilligers die vereniging hebben gebouwd. En dat wordt vandaag ook gelukkig weer met elkaar gevierd. Dat op een mooie manier kan. En ja, Blauw-Zwart, naast dat het een voetbalvereniging is waar bijna meer dan 750 mensen sporten met elkaar.
is het ook nog een maatschappelijke vereniging. Ik heb het wel een beetje de middenstip van Wassenaar genoemd. En heb je zelf ooit gevoetbald? Ik heb zelf wel eens gevoetbald. Niet bij Blauwe Zwart, maar ik heb in mijn jongere jaren gevoetbald. Kunnen de kinderen die hier gaan spelen een keer op jouw bezoek rekenen? Jazeker, ik vind het altijd leuk om bij sportwedstrijden aanwezig te zijn. Ik ben ook weer blij dat dat ook allemaal weer kan. Dus nee, het komend jaar hoop ik ook geregeld bij wedstrijden aanwezig te kunnen zijn, bij tal van sporten. Ja, en daarnaast ben ik zelf natuurlijk ook gewoon lekker sportief bezig. Want sporten is belangrijk, je vitaal, je goed voelen. En dat is ook mooi dat zo'n vereniging als Blauw Zwart daaraan bijdraagt. En waar ga je dan staan als je hier toeschouwer gaat zijn? Nou ja, niet op het veld. Dat laat ik graag over aan de voetballers. Maar ja, sinds vandaag is er de André van Herk tribune, vernoemd naar de voorzitter van Blauw Zwart. En daar ga ik dan heel graag plaatsnemen en dan ga ik Blauw Zwart hard toeroepen dat ze moeten scoren. Nou, voorzitter van Blauw Zwart, het is me allemaal wat. Wat heb je allemaal meegemaakt net? Ja, bijzonder. Ja, bijzonder trots. Koninklijk onderscheiden met de vereniging. Hoe mooi kun je het krijgen? Dat is een unieke beloning op ons werk. En ook wel een beetje terecht. Je noemde op een gegeven moment leden op die echt al 70, 80, 60 jaar lid waren. Ja. Weet je ook wat naam uit je hoofd? Ja, Aad Hollander is 73 jaar lid. Jan Kooi is 72 jaar lid. Ja, ik hoor nu ook een hele groep die al 58 jaar, 56 jaar lid zijn. Maar ook hier nog lopen. En daar zitten ook nog vrijwilligers bij. Dus die gewoon echt een band hebben met een club. En dat is natuurlijk toch wel uniek in deze tijd dat dat nog is. Hè? Je wilt jeugd natuurlijk toch ook weer oppeppen om te zeggen ik hoor bij een club. En dat zijn deze voorbeelden. Die houden de club ook omhoog en dat is goed. Onze burgemeester Lene Ter Lange was net zo trots en die zei ja, ik ga hier zeker ook gewoon toeschouwer zijn. En dan ga ik niet bij het veld staan, niet op het veld, maar op een heuse André van Herk tribune. Ja, heel mooi dat je die eer krijgt. Een beetje als bouwpastoor hier in deze club heb ik 11 jaar. Ik voetbal niet, ik heb ook eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal. Maar ik kan wel organiseren en ik kan wel dingen voor elkaar krijgen. En we hadden echt veel dingen achterstallig. En daardoor hebben we het gelijk goed aangepakt, duurzaam gemaakt. Naar deze tijd allemaal gebracht. LED-verlichting, kunstgras. Goede kleedkamers voor de dameskleedkamers. Tribune opgeknapt die echt er aan toe was. Daar lobby je voor. Daar ben je dan voor bezig en dan krijg je die beloning. Ja, dan zit je wel straks bij die wedstrijd achter. Dat is wel leuk. Je zei ook dat er financieel geen schulden meer waren. Nu is het natuurlijk wel de tijd om in te springen om hier sponsor te worden. Hoe werkt dat? Ja, zeker. Nou ja, kijk, geen schulden is natuurlijk, dan moet je rondkomen met wat je hebt. Zonder sponsors geen vereniging, want ja, alles gaat gewoon door. Of wij voetballen of inkomsten hebben of niet, de kosten gaan door. Dus die sponsors zijn heel belangrijk. Het is mooi om als ik bij zo'n club te horen, als je terugkijkt als verhuizer, ik. Maar mijn collega Lagerberg ook, die veel langer bij de club zit dan ik. Ik zit er 50 jaar, hij geloof 70 jaar al. Maar we hebben als vrienden hier op de club hadden geweest, terwijl we onderweg wel concurrenten waren. Maar gewoon mooie mensen die bij Blauw Zwart horen. En dat is met vele families die hier in Wassenaar, of in de ploegen heb, of de Lubbers. Allemaal namen die hier dagelijks voorkomen. En daar zijn we trots op. Wat is de website voor de mensen die nu mee willen gaan doen? We hebben meer dan 100.000 bezoekers per jaar. En dat is van spelers tot bezoekers van alle clubs die gebruik maken van dit complex. Die kunnen hier sponsoren en dat begint al vanaf 300 per jaar. Dus dat kan elk bedrijf wel hebben. www.blauwzwart.nl en je komt bij ons en wij heten je van harte welkom.